sta je met voorlichter Jannie Nijsing van de brandweer op de IJsselkade in Kampen. Kunt u vertellen wat hier vanmiddag gebeurd is? Ja, inderdaad. We kregen vanmiddag een melding dat er een persoon te water zou zijn. En dat houdt in dat er iemand in het water gevallen is, dan wel verdwenen. Nou, wij zijn daarop uitgerukt met onze hulpdiensten, brandweer, maar ook politie en ambulance. En hebben een hele tijd gezocht. En ik begreep dat het ging om een jonge asielzoeker. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, wat wij gehoord hebben is dat de jongen aan het zwemmen was, samen met een paar vrienden. Uit kant geraakt is en onder water gekomen is. Ze hebben direct gereageerd en de meldkamer gebeld. Dus 112 is gebeld. De brandweer is met veel materieel aangekomen. Ook duikers hebben we ingezet. Ook duikers uit Harderwijk en onze duikers uit Zwolle. De politie heeft met een aantal eenheden meegezocht en ook met de waterscooters. We hebben echt, en de ambulance natuurlijk ook. We hebben echt optimaal ingezet en heel lang gezocht. Ik denk zo'n anderhalf uur. Maar helaas is de jongen niet gevonden. En wat gaat er nu verder nog gebeuren? Ja, eigenlijk gaat er nog wel heel veel gebeuren. Bij een drenkeling is met name het eerste half uur erg belangrijk. Dan moet je eigenlijk iemand vinden. Zeker in dit geval. Als dat niet gebeurt, ja, we hebben natuurlijk nog wel veel langer doorgezocht. Maar op een gegeven moment gaat het scenario van levensreddend handelen naar een bergingsactie. Dus we zitten nu in het stadium van de bergingsactie. Dus we gaan nog volop door met zoeken. Dat gebeurt dan niet meer door de brandweer, maar wel door onder andere een landelijk team van de politie. Dat is een onderwaterzoekingsteam, of het landelijk team onderwaterzoekingen. En ook het Drecht-team van Urk verwachten we nog aan het eind van de dag. Dus er wordt nog volop actie gepleegd om toch een poging te doen de zwemmer te vinden. Hoe lang dat gaat duren weet ik niet, maar in ieder geval hebben we nog diverse acties lopen. Dankjewel, Jannie Nijsing van de brandweer op de IJsselkade in Kampen.